Op uh, Sleutelstad FM. Ik ben Cor van der Velde en in de studio tegenover mij zitten inmiddels Rob van der Groen en Kloos Koster van de derde helft Leiderdorp. Heren, welkom. Dankjewel. Fijn Dankjewel. dat jullie er zijn. Leuk om er weer te zijn. Ja, om er weer te zijn inderdaad, want uh, we volgen jullie uh, best wel trouw inmiddels. Maar er zijn altijd nieuwe luisteraars en mensen die het een beetje gemist hebben. Dus uh, wat is de derde helft? De derde helft is uh, de derde levensfase van de mens. En die begint volgens het ouderenfonds Fonds bij 55. Dus uh, wij uh, organiseren activiteiten op de woensdagochtend van 9 tot 12 bij RCL. En op de donderdagochtend van 9 tot 12 bij uh, Alecto in uh, Dorp. En daar kunnen mensen walking voetballen, walking hockey, maar ook andere activiteiten, dansen, fietsen, wandelen... Uh, en uh, schoelen, biljarten en pingpongen. Nou, en je kan het zo gek niet opnoemen, of je kan het bij ons uh, komen doen. Dus het is uh, bewegen voor, dan vooral voor senioren, begrijp ik. Ja, bewegen voor senioren. En dat wil niet zeggen dat als je 54 bent of 53, dat je niet in aanmerking komt, want uh, we houden geen uh, leeftijdscontrole. Maar de doelgroep is 55 plus. Kijk, kijk. En uh, op 10 september is er iets gepland. Wat, hoe zit dat precies? Iets, er is heel veel gepland. <laughs> Het hele uh, uh, complexe bloemert, is uh, in beweging, om het zo maar te zeggen. <laughs> en Vertel. Nou ja, Koos zal zo wel wat vertellen over de beweegdag. Ik begin dan even bij het uh, SCL All-Stars Walking Voetbaltoernooi voor Kika. Dat gaan we voor het tweede jaar doen. En uh, de reden daarvoor is dat we ooit verrast zijn... met een, uh, een uh, jeugdspeler die uh, kanker bleek te hebben... En dat hebben we opgepikt. En toen kwamen we erachter dat dat uh, toch best wel iets anders is, kinderkanker, dan grote mensenkanker. En dat dat heel veel leed voor familie en het kind zelf. En uh, daar doen we ons best door uh, bijdragers bij elkaar te krijgen. En uh, dat aan Kika te geven, zodat er onderzoek gedaan kan worden. Kijk, en mensen die dan mee willen doen aan dat Walking toernooi, die kunnen dan geld doneren? Nou, het begint met een inschrijfgeld. Dat gaat allemaal naar uh, Kika toe. Dan hebben we sponsoren, vooral in materiaal. Dus bijvoorbeeld Albert Heijn Santos geeft uh, de lunches. En zo zijn er partijen die zorgen voor uh, een kopje koffie, een uh, plakje cake en een consumptie. En er zijn ook partijen die uh, sponsoren direct aan Kika op onze uh, actiepagina. En wij roepen zoveel mogelijk mensen op om te sponsoren. Dus nu op de actiepagina zelf is als meer dan 400 uh, guldige gestort. Euro, mag ik hopen? Ja, nee. ja, ik ben nagenoeg zenuwachtig, ik ben. Maar goed, we gaan weer in het heden. En uh, uh, ja, in, in vorig jaar hebben wij 4626 euro opgehaald. En Zo! Dit jaar proberen we meer op te halen natuurlijk. Dat is de moeite. Dus het is een toernooi met 18 teams. En... Uh, dat zijn allemaal senioren teams? Allemaal senioren teams. Allemaal al... mensen hier uit de buurt? Nee, en dat is best een beetje jammer nu je daarover begint. Want in Leiden was wel iets van walking voetbal, maar we vinden het niet terug. Want wij zouden het leuk vinden als er wat Leidse verenigingen mee gaan doen. Dus bij deze meteen nodig ik ze uit: kom eens kijken. Het is veel leuker als je denkt. Er is soms wel een gevoel van ah dat walking voetbal, dat is het niet. Maar het is echt wel wat. Want uh, walking voetbal, dat is dan voetbal, maar je mag niet uh, rennen? Nee, dat is heel moeilijk. <laughs> want dat gebeurt dus heel vaak, dat er wel gerend wordt. Ja. Nee, maar er zit nog wel een moeilijke factor aan. Kijk, je bent als voetballer gewend met een bepaalde snelheid een bal te spelen... en in iemand zijn loop. Maar niet in iemand zijn wandelpas. Nee. Dus je speelt, <laughs> nou ja, dat moet allemaal een beetje wennen. En iemand passeren wordt natuurlijk heel erg moeilijk als je niet mag versnellen. Uh, dus uh, uh, het is heel veel uh, vrijlopen aanbieden, pasen. Uh, het is een ander spelletje, maar dat maakt het ook heel boeiend. Ja, dat geloof ik. En als, als je per ongeluk toch rent, dan. Uh, Wordt er geloofd? Kijk, daar heb je vrij trap tegen. Ja. Toch wel wat streng. Ja, ja, dat valt wel mee, maar het, we, 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 het gebeurt steeds weer. Het is een automatisme, dat zit erin. Ja, ja. maar uh, 18 seniorenteams hebben jullie wel bij elkaar gekregen? Ja, dat is geen punt. Kijk, en als mensen het horen en denken, och, dat wil ik toch ook een keer proberen, kunnen ze zich nog inschrijven? Nee, ik kan niet meer. Het uh, is vol, het is al een hele tijd vol. Ze kunnen het wel in gedachten houden dat we het volgend jaar willen we het uitbreiden. Naar in de regio, dat er op in verschillende plekken in de regio walking sporten een dag samen gaan werken om voor Kika geld te gaan uh, verzamelen. Kijk, dat klinkt goed. En dat is dus allemaal op 10 september op de Beweegdag. En dan is er nog meer Koos. Ja, de, het Kika-toernooi is op het complex van RCL. Uh, en het, uh, de beweegdag is op het complex van uh, Alecto. En uh, daar uh, moet je je voorstellen dat er een, een, een aantal demonstraties zijn van uh, walking sporten. Uh, we beginnen met een algemene warming-up om kwart uh, over tien. En dan om half elf is er een uh, demonstratie walking hockey. Een clinic walking hockey, maar een demonstratie natuurlijk... Mooier Nederlands woord. Uh, en om uh, half elf is er een uh, demonstratie van uh, bowls. en walking rugby. Uh, en om uh, half twaalf. even kijken, ja. half twaalf. is er een uh, demonstratie van uh, walking korfbal. Kijk. Dus, uh, half elf, half twaalf. nee, half één is walking korfbal. Allemaal achter elkaar? Allemaal achter uur. elkaar gepland. En ondertussen is er dan. Uh, gelegenheid tot het spelen van Jeu de Bool. Uh, er is ook een demonstratie. Uh, Boxen. Ik, ik weet niet hoe dat eruit ziet. Seniorenboksen. Uh, ja, seniorenboksen. Ik weet niet of het walking boxen is, maar <laughs> ik heb daar nog een moeilijke voorstelling van. Net zoals bij walking-rugby heb ik daar nog niet echt een goede nee. voorstelling van. Nee, dat wou, was mijn volgende vraag <laughs> geweest, inderdaad. Walking-rugby. Ja, ja. <laughs> ja we, we proberen dus uh, met name de, 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 de contactpersoon voor mij is Dominique Danton. En die is uh, verbonden aan de rugbybond. En die is ook een, een, iemand die dat walking-rugby probeert uit te rollen. Dat is een van de old-star sporten, bedacht door het uh, Oudere Fonds. En uh, hij probeert ook Diok, want Leiden is natuurlijk wel een rugbystad. Zeker. Uh, om uh, Diok zover te krijgen om daar ook mee te beginnen. En de, de eerste gesprekken zijn er. Uh, en uh, ja, ik, uh, dit is ook een beetje om te laten zien hoe dat er dan uitziet. En ik weet niet, misschien heeft hij nog wel een paar walking hockey's op het oog om slachtoffer te zijn en mee te doen met het walking rugby. <laughs> en, en daarnaast is er een, uh, een markt uh, voor. Ja, de... Wacht even, Sorry. dat zijn dan. Uh... Uh, demonstraties. Ja. Dus daar kan je zien hoe het werkt, maar er niet zelf meedoen. Nou, ik denk dat daar, uh, zeker bij walking uh, hockey, kan ik uh, dat kan ik, uh, zelf uh, beoordelen. Daar kan je altijd meedoen, want we, we hebben stiks en je hebt geen extra materialen verder nodig. Hm. En dat, uh, dat, uh, daar zijn mensen vrij om dat te, te proberen. En dat kunnen we ook gewoon faciliteren. Bij, bij walking rugby en walking korfbal heb ik dat, daar nog geen beeld bij, nee. um, omdat dat uh, introducties zijn van voor mij nieuwe sporten. Ja. Ja, dus ja. dat is het, het, zeg maar het actieve gedeelte. En, en daarnaast heb je een soort marktgedeelte. Uh, waarbij je bijvoorbeeld uh, Activit uh, een aantal uh, sportaanbieders... en een aantal uh, fysiotherapeuten uh, zaken aanbieden. Je kan smoothie fietsen. Uh, dat zijn wat twee. Dat nou weer? Ja, dat zijn, <laughs> heb ik ook nog nooit gezien. Maar uh, we huren twee fietsen in. En dan, uh, als je, hoe harder je trapt, hoe sneller die baker smoothie. Uh, so, hoe sneller de smoothie gemaakt wordt. Oh, dan en dan kan je een soort, een soort wedstrijdje doen tegen elkaar wie het eerste <laughs> de smoothie af heeft. <laughs> een soort blender aangesloten ja. op de trap. Als, ja, uh... <laughs> ja, precies. Ja. Da daar had ik ook nog nooit van gehoord. Maar daar kwam iemand mee en denkt: van... Nou, dat is wel een leuk idee natuurlijk. Een beetje competitie. Uh, verder is, zijn er nog wat, uh, wat conditiemetingen. Uh, de, de fietsmaatjes komt, die hebben ze, ah, toegezegd met zeven fietsen te komen dus die, die kunnen vrijwilligers werven maar ze kunnen ook laten zien hoe het in de praktijk werkt met fietsen dat zijn van die, van die duo-fietsen ja, toch, van die, met zo'n ja, plasticje er tussen ja, tegenwoordig ja, en uh, elektrisch ondersteund ook tegenwoordig dus uh, ja, eigenlijk te, te veel om op te noemen en ook uh, twee, twee mensen komen een demonstratie bowls geven en bowls is een uh, typische Engelse sport maar die kan je goed spelen op kunstgras dus, uh, Hoe wat, weet ik dat? Ja, dat, dat zijn van die soort kaas, edammerkaasjes. <laughs> ja, uh, en, ja? En, en uh, dat is een baan die minimaal 30 meter is. En dan moet je net als met Cheu de Boel eerst een klein balletje gooien. En dan probeer je met die edammerkaasjes... Uh, het is een, zeg maar een, droog, een zomervariant volgens mij van dat uh, curling. Uh, oh ja. Ja, en, en anders, maar je kan wel met effecten spelen en zo. Dus uh, die mensen komen van de bowlsbond een demonstratie geven. Vroeger hebben wij ook een uh, bowlsvereniging in Leiden-Dorp gehad. En die speelt regelmatig in de, in de sporthal, de sporthal de douche. Maar die is volgens mij uh, te zien. Het is wel een sport die vooral uh, ja, niet, niet groter wordt in Nederland, maar ook wel vooral door ouderen gespeeld wordt. En misschien is dat ook wel de reden dat het, uh, dat het wat minder populair aan het worden is. Maar dat, uh, ja, mogelijkheden genoeg. Het hele sportcomplex uh, hoop ik uh, te laten bruisen tussen 10 en één. Ja, dat klinkt heel goed. Dat klinkt heel goed. Ja, uh, Rob, jij had het over de, de toernooi van vorig jaar. Ja. Maar vorig jaar was het toch corona? Ja, maar wij konden er toernooi wel door te gaan. Dat was wel extra veel werk. Uh, we hebben natuurlijk al, al de ploegen gescheiden moeten houden. Dus iedereen had wel zijn eigen kleedkamer. Maar we hebben ook met de lunches. We hebben bijvoorbeeld uh, we hebben 18 ploegen, hebben wij in, in drie pools verdeeld. En, al die, en die pools die hebben dan ook niet tegelijkertijd geluncht. Dus het geeft wat planningsproblemen. We hebben alle. Uh, uh, zeg maar voor alle teams hebben we een tas klaargemaakt. Met daarin de hele lunch. Zodat ze dus niet in de rij hoefden te staan. en oh ja. Dat soort zaken. Oh, dat klinkt ideaal. En we hadden een hele grote tent op uh, het uh, rc uh, boven op het grote balkon. Dus was, was bijna alles is buiten geweest. Niemand hoeft naar binnen. Het weer had ik geregeld. Het was even bellen, het was even bellen maar het is gelukt. Kijk, mooi. Ook dit jaar weer. Kom gerustig. Neem je zonnekraai mee. Het wordt weer prachtig weer. Kijk. En, uh, maar dat was heel veel extra werk. En er moesten natuurlijk formulieren meegenomen worden, en geregistreerd worden wie er was, enzovoort. Maar dat is allemaal goed, uh, ja, het is veel werk geweest. Maar dat, uh, ja. als je eraan begint, ga je door. En waren er dit jaar ook nog. Dit jaar was het ietsje makkelijker, denk ik? Oh, het wordt iets makkelijker. Kijk, bijvoorbeeld jaar, vorig jaar bijvoorbeeld elk broodje, ook apart nog in een plastic zakje verpakt, omdat als het doorgegeven werd, of iets dergelijks, dan zit er nog een probleem. Oh ja. in. Dat, hoeft, dat is het enige, want we houden het wel hetzelfde systeem aan. Op zich werkt het prachtig om per team kant en klaar een tas te hebben staan, waarin zo de hele lunch zit. Je geeft hem over, ze zoeken hun plek, en alles zit erin. Dus het, het systeem werkt fijn. Ja, dat klinkt sowieso heel handig, ook als er geen corona is. En, wat heel luxe is, Elk team, elk speler kan opgeven of je wil een broodje witte kaas... bruine kaas, witte ham, bruine ham, broodje kip halal. Die hebben we ook natuurlijk. Melk, karnemelk, water... Wacht Krentenbolletje. Even, witte kaas, bruine kaas. Dat gaat dan over het bolletje dat eromheen zit. Ja, wordt. witte bolletje. Bruine ham, wat moet ik maar? Ja, ja ik snap het. Maar ik ja, snap ik wilde het kort houden. <laughs> ja, nu ja, gaat heel het goed. nog langer. Duren. Ja, sorry, mijn fout. Een krentenbol, weet je wel wat het is? Ja, die ken ik. Die goed, ken ik. Oh, en een banaan. <laughs> nou ja, dat is toch prachtig? Heerlijk, ja. Dat klinkt heel goed, ja. Ja, en, en, en Koos, hebben jullie nog uh, problemen gehad met de, met de coronaregels? Nou dat uh, we weten niet hoeveel mensen. Kijk, uh, Rob weet precies hoeveel mensen natuurlijk in ieder geval meedoen als deelnemers. Dus hij kan daarop anticiperen. Uh, dat kunnen wij niet. Uh, ja, dus maar, het is toch een maar, beetje vrije inloop? Maar, ja, maar, maar uiteraard hebben wij de RIVM-regels, anderhalve meter afstand. En ik zal ook een, een looproute uitzetten. Ja, dat soort dingen kan je pas op de laatste dag zelf, op de dag zelf doen. Omdat daarvoor wordt er natuurlijk nog getraind en ik kan wel drangrekken neerzetten. Maar daar staan ze toch altijd ergens anders de volgende dag. Ja. Dus uh, ik heb een aantal drangrekken waarmee ik looproutes kan maken. En ja, ik moet nog een uh, afhankelijk van uh, wie er allemaal komen. We hebben al, al bijna zeg maar, 90% van de toezeggingen van de mensen die we uitgenodigd hebben, hebben toegezegd toe dat ze komen. Maar uh, de ene wil twee tafels hebben, de ander wil de één hebben. En die wil gewoon een stukje grasveld hebben bij wijze van spreken. Dus ja. ik moet dat nog eventjes met potlood uh, in, in, in een mooie plattegrond uh, vatten. En dan even doorsturen naar de mensen. En, en uiteindelijk zal er een hoop uh, flexibiliteit, een hoop geregeld wo moeten worden op de dag zelf. Ja, maar als ik denk aan walking rugby. en ook bij walking voetbal trouwens. dat zijn toch sporten waarbij je regelmatig bij elkaar in de buurt komt. Ja, dat mag. Hè? De, 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 zeg maar, bij sportwedstrijden oh. hoef je je niet uh, te ja. houden aan die anderhalve meter. Dat, het, is, zo. dat uh, is toch een hele tijd? Was het alleen de jeugd waarbij het mocht? Toen is dat opgerekt ook tot senioren. Het is al een, denk een maand of drie, vier zo. Dat zelfs ook wedstrijden weer toegestaan zijn. We hebben zelfs bij de hockey nog een hele kleine competitie gehad. Ergens eind juni, begin juli. Wat vrij uniek was. Maar toch de, ja, de mensen, de leden toch nog. En ook een stukje ledenbinding. Hè? Want ja. vergeet niet dat de sportverenigingen erg geleden hebben hoor, onder corona. Niet alleen omdat ze geen horeca hadden. Maar vooral ook omdat ze nauwelijks activiteiten hadden. Ja, maar de leden, ook natuurlijk, zeker senioren... zullen best wel eenzaam geweest zijn. Ja. Die waren blij dat ze weer mochten. Ja, ja en dat, dat is ook heel moeilijk dan om die anderhalve meter te handhaven. Zeker als ze op het terras een biertje aan het doen zijn. Daar kan ik wat, me alles bij voorstellen. Wat bij ons opgevallen is... is uh, wij hebben dus eigenlijk uh, zoveel mogelijk doorgetraind. Dus volgens de regels, als je met twee mensen mocht trainen... Oh ja. hadden we in de verschillende hoeken van het veld twee mensen. Want ja. eerst waren er maar zes en later werd het meer mochten we... Vier mensen bij elkaar trainen. Dan konden we voetbal vol doen. Vier aan die kant, vier oh, aan die ja. kant. Met afstand, met allemaal uh, lijnen hebben we uitgezet. Uh, maar nadat we weer een beetje uh, mochten voetballen, bleek dat het contact, die afstand, erin gegroeid is. Dus wij mogen eigenlijk met het spel totaal geen lichamelijk contact hebben. Dat komt wel langzaamaan, komt het er weer, maar dat dicht op elkaar zitten. Je hebt, je, het zit. Uh, dat is net op, ja, ik heb in de winkels ook dat zoiets van: nou, we uh, ja. staan niet zo dichtbij. Maar dat, heb ik, dat is er toch ingegroeid in die. Uh, Daar zijn we in, in die... een anderhalf jaar tijd zo aan gewend ja, dat we ja. het automatisch. Uh, doen. En dat, uh, maar met de toernooi's hadden we losgelaten hoor. <lacht> <lacht> maar we spelen niet om te winnen, maar we hebben wel bekers. <laughs> Precies, kijk, heel mooi, heel mooi. En het wordt lekker weer, heb je geregeld. Ja. Ja, het was moeilijk, maar het lukte wel. <laughs> gelukkig, gelukkig. Rob van der Groen en Koos Koster, heel erg bedankt dat jullie dit kwamen vertellen. En volgende week vrijdag is het dus, toch? hè Ja, ja volgende week vrijdag. Kijk, en iedereen die het leuk vindt om te komen kijken, die mag komen kijken. Van harte ja, welkom. Van harte welkom. Helemaal goed. In de Bloemert in Leidendorp. We gaan er massaal heen. Heren, hartelijk bedankt. En heel veel plezier volgende week. Niet ja, dank, danken. Dankjewel. Tot ziens.